Welkom terug bij Jumpettable. We gaan verder met MLB Road to the Show op de PlayStation 4. En na een goede vorige serie gaan we nu spelen tegen El Paso Chihuahuas. Dat klinkt heel interessant. Het klinkt ook echt als zo'n team dat voor de lol meedoet ofzo. Ik bedoel, als je als team de Chihuahuas bent. Ja, dat klinkt niet heel serieus, zeg maar. Dus we gaan zien wat we daartegen kunnen doen. Kijken wie de wind, muziek of kleine hondjes. En home run. Ik speelde laatst tegen iemand, gewoon 1 tegen 1. En toen sloeg ik hem al heel ver en toen klom die gast zo wat op de muur en hij had hem. Dat was heel pijnlijk. Hij klom op de muur. Dus dat kunnen ze ook. En ja, dat was inderdaad vrij pijnlijk. Want dan denk je echt dat je een home run hebt. Maar nee. Oh, we staan nu al 1-0 voor. Prima. Geen druk. Controle trilt. Oh, wat was dat? Dat was echt een aparte bal. CH. Ik heb geen idee waarvoor dat staat. En uit. Asuncion. Zoiets. Ik heb een tijdje geen Spaans meer gehad. Pak hem. Prachtig. Oké, reaction. Kom al. Herkansing. Jamie Petit will stand in. He grounded out his first time. Back in standing. First pitch coming. A fastball here as he'll take a look at ball one. 1-0. And with two walks in the inning already, he can't afford to fall behind anybody else if he wants to stay in the game. Another fastball. Dat is precies hetzelfde als de vorige. Oké. Maar de eerste liet ik wel gaan en de tweede niet. Dat klinkt heel logisch. Wat is deze man allemaal aan het doen? Huppatee. RBI. Oh shit. We gaan voor de triple. Twee RBI en een triple. 32 punten. Wow. Dat klinkt heel goed. Die gaat gevangen worden. Maar volgens mij mocht ik die dan wel gewoon. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar we staan 4-0 voor. Niks aan al. En als deze gast gewoon even een single slaat, kan ik naar huis.
Runner away from third, now the pitch. Down low, two balls and a strike. No, you start to worry that maybe deze gast gooit echt zoveel balls. And that's not what that man right there wants to hear. He'd hate to have to make a change this early, but he might have to. And he's fallen. Nog één. Gaan we een walk krijgen? From the belt, the pitch. Boy, not close again. His yep. Third walk of the inning as that misses for ball four. Donovan Sacrifice Bunt. Nou, dat hebben we op zich nu wel nodig. Kom maar. This inning's really starting to unravel quickly from a defensive point of view. This is where you need a nice pop-up in a big way. Swing and a miss and he's behind 0-1. You can bet they'd love to have him get out of this without having to call him that bullpen just yet. Swing and a ball hit. En dat is genoeg. Meer dan genoeg. This is now a 5-0 game. 6-0. Jeez. Zijn echt in geweldige vorm. Het is wel een andere pitcher. Dat scheelde minder dan ik dacht. Dat is niet eens zo slecht. Het is pas de vijfde inning nu, hè. Ik heb al 3 keer geslagen. Dus ik ga vandaag wel 5 keer slaan, denk ik. Die is voor hem. Yep. We hebben ook pas 7 hits. Dus elke hit is tot nu toe ook. Ook een punt. Dat is best wel apart. Come on, man. Come on. Hou op. Even een normale bal. Two offering looked like a slider that time, but it's 2-2. Yeah, that's a great pitch on 1-2. Start it in the zone, and hopefully you'll get that guy thinking he needs to protect. And it turned out to be a good take. Rivera is there to make the catch, and the side is retired. So it's Brian Nakayama will dig in now. A single and a flyout for him in 2 trips thus far. Now here's a ball hit hard on the ground towards short. And double play. Ja. Goed gedaan. Fisher Assumption will come forward now. 7th inning. 7-0. And a swing and a bouncing ball back. En ik hoef echt niks te doen. Ja, oké. We mogen nog een keer slaan. Oeh, bases loaded. 2 uit. Ah, kom op. Don't screw up. Ah, die wordt gevangen. Ah, dat was jammer. Ja, wel weer een goede wedstrijd. Maar 1 hit uit 5. Dat is op zich niet geweldig. Maar ik ben tevreden. Ik kan ermee leven. 60 punten. Dat is wel een triple. Met 2 RBI. Dus. En we gaan nu de training points uitgeven. En dat zijn er denk ik behoorlijk wat. Inderdaad. Misschien stealing naar 40. Dan hebben we nog steeds behoorlijk. Oeh, dat kan echt niet. Wacht, doen we 1 keer stealing eraf. Dan past het. Oké, we doen het zo. En dan gaan we verder. Oh, wow. El Paso is super goed. What the fuck?
70-54, dat is ook niet een beetje. Een beetje oké, okay. Wat de hel? Kijk, waar staan ze? Wat? Waarom is dit zo'n grote divisie? Oké, we staan... Wacht even, Chihuahuas. Nou. Hun statistieken zijn... Nou ja, hun statistieken zijn wel goed, maar... Overal staat er boven 22e. Hun kwaliteiten, zeg maar, zijn niet zo hoog. Het is wel apart. Hoe doen we het? Adjusted overall, 61. Oké. Okay. Play. Ah, ze hebben, zijn vooral goed in pitchen. Strikeouts. Staan ze eerst in. Maar we hebben ook hele goede pitchers. Volgens mij is het een voordeel dat we uitspelen. Ik weet het niet, maar in honkbal lijkt het heel vaak erop dat het uitteam vaak beter is dan het thuisteam. Heel raar. Maar dat gevoel heb ik ook, dat ik beter presteer. Dat had ik heel erg bij Huntsville. Dat ik veel beter presteer als ik uitspeel. En zowel onze record als die van de Chihuahuas is in uitwedstrijden beter dan in thuiswedstrijden. En ook een stuk beter. Want in thuiswedstrijden staan we... 32-32 of zo. Nou, dan kan je wel uitrekenen ongeveer wat we in uitwedstrijden dan staan. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, dat scheelt toch behoorlijk. Wow, wat was dat? Ik ben benieuwd of we weer met 7-0 kunnen winnen. Oh, ze hebben zowaar gescoord. Ik dacht dat ze echt heel slecht waren. Zo speelden ze ook. En een fastball in de dirt die is taken voor een bal. Ja, die zijn de ones die je like to start in that bat. Especially your first time up. I agree. Give me a nice easy one in the dirt that I can see. Yeah, that. Really get ahead in that count early. Here's the 1-1. Swing and a miss on the fastball, and it's 1-2. Very difficult to get on top of a pitch when it's coming in that high. Darn near impossible when it's coming at you in the high 90s. En strikeout. Ja, daar stonden ze dus eerst in. Heb ik nu al mijn kennis gemaakt. Kennis meegemaakt. Kom op. Ah. Yeah. That's one of those fastballs that just never feels like it's going to be a strike. It's up at the letters and that's a tough one to do anything. Foul ball. Niet vangen. Nee, komt in publiek. This is a foul ball. Good waste pitch, 1-2. Well, I think that fastball is just for show there. He's not trying to throw this for a strike. Just what? Trying to freeze him with the fastball. What the fuck? What's that? Yeah, two straight fastballs in on the hands. They haven't produced a strikeout. So now 2-2. We've got a few options here. Now a slider. But he might have got under it just a bit as this is out. Ondertussen wel twee keer niks. Okay. En we staan voor in het. Doen home run. It's always nice.
this is hit down the right field line, but it's gonna get out of play for strike one. Kom op. Geef me die goede ballen. Now a ball hit back up the middle. Double play. Ja. Is niet nodig, we waren al twee uit. Kom op, ik wil iets raken vandaag. 0 voor 3. Voor 3? 3 bestaat niet. Voor 3. En dat is 0 voor 4. Nee, geen double play. Maar dat telt dan ook weer niet als een hit. Ja. Ik heb het geprobeerd. We gaan wel winnen, denk ik. Hoop ik. Laatste inning. Maar deze wedstrijd kunnen we maar weer beter zo snel mogelijk vergeten. Maar ik was niet de enige die het vandaag moeilijk had. Dus. Kom op. Als je die hebt, is de wedstrijd voorbij. Oké. Ja, prachtig. Good reaction, sure. Ik was een beetje aan het dansen volgens mij, maar. Prima. We hebben weer gewonnen. Wat minder ruim allemaal dan in de vorige wedstrijd. En ik heb 0 hits vandaag. Dat is wel pijnlijk. Ik had al een hit, maar daardoor ging iemand uit. En dan telt het niet als een hit. Derde wedstrijd. Tegen de Chihuahuas. Betting average is nu 2,29. Ja, het moet toch wel een keer richting die 300. In ieder geval tussen de 250 en 300. Dat is een beetje normaal. Zit iedereen van mijn team. Maar ik ga vandaag 2 hits krijgen. Ik voel het. Ik voel het. Die stuitte er mooi over de muur. Waarom mis ik er steeds zo een? Vind het raar. Oké. Jamie Petit will get his first opportunity here. Took an 0-for-4 in the victory last night. En uit. Nou, dat begint echt fantastisch. Robbie Erlen will stand in what would appear to be a sacrifice situation here. Sacrifice.
2-2 a bit as this is sent in the air out to straightaway central. Petit will settle under it to make the play for the first out as the runner will have to head back to first. Well, poor reaction. Come on. Comes out of this at bat is that he stayed out of the double play. Other than that, this at bat really didn't achieve a whole lot. And now a swing and a routine. Oh, ren eens even de andere kant op. Dank je. There to put it away and the runner will be forced to retreat back to first. Good reaction. Sure. Sure. Tuurlijk. Mag ik ook ooit nog eens slaan of gaat dit zo door? Runner staying tight to the bag at second. Here's the pitch. And here's a ball hit in the air. And the two out threat will not come to pass as the inning is. Blijft 0-0. Jamie Petit will dig in. He popped out in foul territory his first time. Breaking ball for a strike. Dat zijn zulke irritante ballen, die curveballs en die CH's. Geen idee waarvoor het staat. Weer een pop-up. Nou ja, pop-up. Is niet echt een pop-up, maar jeez. Hier heb ik toch niks aan. Misschien dat verhaal over die twee hits vandaag was een beetje een leugen, maar we moeten toch wel iets kunnen raken. And a curveball that he didn't get on top of there. It's 1-1. Gee, wat de... He's got it, and the side is retired. Oh. En ineens staan we 3-1 achter. Try again after hitting that two-run homer his last time around. En daar gaan nog wel wat punten bij komen, want we zijn 0 uit. In the air to straightaway center field. Catch made in center. Here comes the runner from third. And they'll tack. En daar is het punt. Insurance run right there. You'll take anything you can get at this point. Matt pushes a lead up to three, so he'll be getting some high fives in that dugout. Swing and he pops him up over near second. Falloon is there to make the catch and the side is retired. So it kom op. Oké, andere pitcher. Misschien helpt dat. Something here to get on base as they're down to their final two outs. In there, 0-1. You have to say they've really had a good game plan for attacking the 3-4-5 hitters all game long. Yeah, and I think the only thing that's better than a game plan has been the execution of that game plan. You're exactly right. They've held this lineup at bay. A swing and a weer 0. Weer 0, echt dit team. Jeez. Ik heb 1 hit in 3 wedstrijden nu. Maar we zijn echt helemaal weggespeeld vandaag. Bizar. Nog 1 wedstrijd om het een beetje goed te maken. Het seizoen is trouwens wel bijna voorbij. Oh. Waarom gebeurt dit steeds? Oké, nou voor nu bedankt voor het kijken. Volgende keer gaan we dan maar weer die training points doen. En dan gaan we spelen tegen de Albuquerque Isotopes. En Isotopes. En ik ga die naam niet nog 1 keer uitspreken. Ook in de volgende aflevering niet. Dus voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.